Curator maakt megablunder en publiceert namen van kopers van de pier. Agenten schenden privacy bij eerste hulp van ziekenhuizen. En politie door het stof na veroorzaken flitsfiles op de A13. Dag dames en heren, de curator van de Scheveningse pier heeft een megablunder gemaakt. En daardoor is bekend geworden wie er interesse hebben om het bouwwerk te kopen. Onze verslaggever Maarten Brakema is op Scheveningen. Hij weet er meer van. Ja Maarten, hoe kan dat nou? Wat is er precies misgegaan? Ja, de curator heeft een e-mail gestuurd aan alle partijen die geïnteresseerd zijn in de pier. En in het verzendvakje van die e-mail heeft hij alle e-mailadressen opgeschreven. En daardoor weten alle partijen van elkaar wie ze zijn. En ja, dat is natuurlijk niet handig bij zo'n veiling. En wat kunnen nou de gevolgen hiervan zijn? De gevolgen zijn dus dat iedereen van elkaar weet wie belangstelling heeft om deel te nemen aan die veiling. Nu weten wij bijvoorbeeld ook dat Emiel Ratelband geïnteresseerd is om deze pier te gaan exploiteren, wellicht. Ja, een flinke blunder dus van die curator. Heeft hij al gereageerd? Nee, de curator heeft nog niet gereageerd. We hebben hem vandaag een paar keer gebeld om te vragen wat hij daar nou zelf van vindt, van die fouten die hij heeft gemaakt. Maar er hebben wel verschillende partijen die geïnteresseerd zijn in de pieren, hebben gereageerd. Ja, en die zijn heel boos. Die zeggen deze informatie had nooit naar buiten mogen komen. Dit had vertrouwelijk moeten blijven. En dit is ook slecht voor de eventuele opbrengsten. Want ja, wij weten nu wie de andere partijen zijn en we hebben misschien wel inzicht in de financiële mogelijkheden van die partij. Heb je enig idee hoe dit nu gaat aflopen, Maarten? Dat moet nog even blijken. Het zou natuurlijk kunnen dat er partijen zijn die zeggen van wij willen helemaal niet in de bekendheid treden, dus wij trekken ons nu terug. Het is in ieder geval te hopen voor de curator voor de pier dat de groep De Mos in de Haagse gemeenteraad niet zijn zin krijgt. Want die zegt we moeten deze curator nu echt van deze zaak afhalen. Hij heeft al zoveel dingen fout gedaan. Deze man moet met pek en veren naar Rotterdam worden gestuurd. Dankjewel, Maarten Brakema vanuit Scheveningen. Een arts van het Medisch Centrum Haaglanden luidt de noodklok over politieagenten die ongevraagd behandelkamers van het ziekenhuis binnendringen en medische gegevens van patiënten opeisen. Een arts die weigerde mee te werken moest mee naar het bureau en in één geval werd een behandeling van een doodzieke patiënt gestaakt omdat de politie weigerde te vertrekken. De specialist maakt zich zorgen omdat de privacy van patiënten bedreigd wordt. Hier in het Medisch Centrum Haaglanden wordt een verdachte van de politie binnengebracht die gewond is. Een agent dringt de behandelkamer binnen en eist medische informatie over de gewonde man. De arts weigert vanwege zijn beroepsgeheim. Daarop dreigt de agent de arts mee te nemen naar het bureau. Maar de arts houdt voet bij stuk. Het was een arts die onder druk werd gezet om zijn beroepsgeheim te schenden. Ja, daar kwam het op neer. Jan Hulshof is medisch specialist bij MC Haaglanden. Er zijn goede afspraken tussen het ziekenhuis en de politie hoe agenten zich moeten gedragen. Maar lang niet altijd houden de dienders zich hieraan en dringen zich op om medische informatie te krijgen. En soms lukt dit ook, want artsen voelen zich geïntimideerd, zegt hij. Staat er tegenover een agent die een geweldsmonopolie heeft, zeg maar, waar je niet zo gauw de kamer uitzet. Ook bij andere ziekenhuizen speelt het probleem, weet hij. Een tijd geleden bracht een agent een doodzieke man het ziekenhuis in Amsterdam binnen. Ook daar wilde de agent de behandelkamer binnen, maar hij kreeg geen toegang. Nou, omdat hij niet bij was, heeft hij die doodzieke man weer meegenomen naar het bureau, zonder dat de dokters iets hebben gedaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. In een reactie laat de politie Den Haag weten dat er geen klachten bekend zijn. Maar dat is ook logisch, stelt Hulshof. Als er zoiets heeft plaatsgevonden, dan heeft de dokter echt geen tijd om dat allemaal nog eens netjes te gaan vastleggen en een klacht tegen de agent in te dienen. En de patiënt al helemaal niet, want die weet het nauwelijks. De SP is geschokt door het verhaal van de Haagse arts. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen gaat Kamervragen stellen aan staatssecretaris Fred Teven van Justitie. Een korte ontmoeting vanmiddag voor het Haagse ziekenhuis tussen de arts en het Kamerlid Sharon Gesthuizen. De parlementariër maakt zich grote zorgen over wat de Haagse specialist haar vertelt. Waarom is dat zo ernstig?
Omdat u en ik en iedereen die in Nederland leeft gewoon recht heeft op, op de bescherming van zijn privacy als het om medische zaken gaat. Ik zou het ook niet prettig vinden als iedereen zomaar mijn medisch dossier zou kunnen opvragen of daarin zou kunnen neuzen. En daarom is die vertrouwelijkheid tussen patiënt en arts ook in dit geval heel erg belangrijk. Inmiddels heeft het Haagse ziekenhuis maatregelen getroffen om te voorkomen dat artsen gemakkelijk onder druk kunnen worden gezet door de politie. Zo is er goede begeleiding voor jonge artsen. Voor hen is het moeilijk om agenten buiten hun behandelkamer te houden. En ik verwacht dan ook dat het kabinet zich hiervoor zal verantwoorden. En daar zullen ze nog een zware dobber aan hebben, want ik heb er eerder naar gevraagd. Ook in het debat met de staatssecretaris Steven. Toen heeft hij het ontkend. Dus wat dat betreft zal hij er nog een zware kluif aan hebben. En dan gaan we verder met kort nieuws. Een vrouw is vrijdagmiddag in Naaldwijk aangereden door een vrachtauto. Dat gebeurde op de Sitterstraat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was op de fiets. Over de oorzaak van het ongeval of de toestand van de vrouw is op dit moment nog niets duidelijk. De parkeerdek van winkelcentrum De Tuinen is enige tijd afgezet in verband met het ongeval. En de Japanse reuzenspinkrab Alexander is vorige week door bloedvergiftiging overleden. Dit blijkt uit het autopsierapport. Alexander overleed een dag na aankomst in Sea Life Scheveningen. En de eerste onderzoeken wijzen uit dat het om een zogenoemde black spot gaat. Dit is een veel voorkomende ziekte bij schaaldieren. De dierenverzorgers waren erg van slag na de onverwachte dood van de reuzenspinkrab. De Haagse PvdA verwacht vrijdagavond nog niet uit de impasse te komen waarin de partij verkeert dankzij het Cultuurpaleis. De PvdA is in de problemen gekomen omdat de partijleden zich afgelopen maandag tijdens een algemene ledenvergadering tegen het Cultuurpaleis keerden. Het college van BMW, waar de PvdA deel van uitmaakt, wil op het Spuiplein een cultuurgebouw neerzetten voor 181 miljoen euro. Maar de PvdA-leden vinden dit te duur. En nu zit de PvdA-fractie in een spagaat tussen de eigen achterban en de coalitiegenoten. De fractie praat vanavond over de situatie, maar denkt er nog niet uit te komen. Mogelijk wordt het besluit over het Cultuurpaleis uitgesteld. Ja, en maandag is bij Radio West een stadsdebat over het Cultuurpaleis. Tussen 17:00 en 18:00 gaan de wethouders Noorder en De Jong in debat met politici, bewoners en andere betrokkenen. En u kunt erbij zijn. Nou, wilt u dat? Kijk dan voor meer informatie op onze website omroepwest.nl. De politie erkent dat ze een fout hebben gemaakt bij een verkeerscontrole gistermiddag op de A13. Door die controle ontstond richting Den Haag een file van ongeveer 10 kilometer lang. En desondanks bleef het politieteam met apparatuur gewoon staan. Ja, en wat doen automobilisten als ze flitsapparatuur langs de weg zien staan? Ik laat mijn gas los. Toch een beetje inhouden en kijken hoe hard ik rijd. Meestal remmen. Ja, automatisme. Mocht je te hard rijden, dan wil je gewoon die bekeuring voorkomen. En dat is eigenlijk de reactie van bijna alle automobilisten. Zoals goed te zien is hier op dit filmpje van de situatie gistermiddag op de A13. Het verkeer schuift als een rups ineen, waardoor daarachter een file ontstaat. Toch bleef de apparatuur staan en dat is tegen de afspraken in met Rijkswaterstaat. We hadden eigenlijk direct op moeten breken. En dan was de file waarschijnlijk eerder opgelost geweest en hadden we dit probleem niet gehad. Ja, ik vind dat het een beetje overdreven wordt hoor, eerlijk gezegd, al die controles. En kon je hier maar 100 rijden, dan was het al, zou het er genoegen zijn. Maar zelfs dat halen ze niet en waarom ze er dan gestaan is maar een heel, heel groot raadsel. Volgens de VED was het al de 5e keer in 2 weken dat de politie met een controle op de A13 een file veroorzaakt. Maar daar weet de politie niets van. Wel erkennen ze dat er intensief wordt gecontroleerd op de A13. Voornamelijk op kentekens, op zoek naar gestolen auto's en criminelen. En die controles doet de politie juist in de spits. Ja, onze ervaring is dat criminelen en mensen die gesignaleerd staan zich verbergen in die spits, in de massa. Omdat dan de kans dat ze gecontroleerd worden heel klein is. En op deze manier pikken we ze de haar fijn uit. Tja, en als de agenten er dan toch staan, dan controleren ze ook op snelheid. U bent dus gewaarschuwd. Trambestuurders van de HTM in Den Haag hebben geprotesteerd tegen de hoge werkdruk. En ook zijn ze nog steeds ontevreden over de huidige rustlocaties, waar ze bijvoorbeeld geen koffie kunnen drinken of niet even kunnen plassen. De maat is vol voor de trambestuurders van de HTM. Ze vinden de werkdruk veel te hoog. Nou, de diensten zijn gewoon niet conform onze eisen die wij al 3-4 jaar geleden hebben gesteld. En elke keer wordt beloofd van we gaan er nu wat aan doen, we gaan er nu wat aan doen. En dat is nu ook weer beloofd.
Terwijl de diensten gewoon niet conform onze eisen zijn. Het loopt gewoon de spuigaten uit. Diensten worden steeds langer. De rusttijden worden steeds minder. De werkdruk wordt steeds groter. Zo'n 50 trambestuurders komen daarom naar de remise op het Lijsterbestplein in Den Haag. Dat er nou eens naar ons geluisterd wordt. Want als je op deze manier doorgaat, dan gaat het bedrijf gewoon ten gronde. Ja, en dat willen we gewoon met z'n allen niet. Zeker niet in deze tijd. Een van de directieleden komt naar de remise om de boze bestuurders aan te horen. Maar dat gesprek levert niets op en wordt afgebroken. We hebben meestal afgeschreven met van het heeft de aandacht. We zullen ernaar kijken en we geven het door. En dat is het enige wat we horen. En dan de rest wordt dus gewoon door de schot geboord. De trambestuurders leggen het openbaar vervoer nog niet plat, omdat ze daarmee anders de passagiers zouden duperen. Komende maandag komen ze met een eisenpakket. De directie van de HTM krijgt van de trambestuurders tot 1 september de tijd om te reageren. Robin Haase is de laatste tijd veel besproken, maar het gaat eigenlijk nooit meer over zijn tennisprestaties. Deze week was er het nieuws van de doodsbedreigingen. En een maand geleden was er de schreeuw tijdens het tennistoernooi van Rosmalen. Haase zelf reageert gelaten op alle commotie. Hij wil zich eigenlijk graag op het tennis richten. Opvallend is wel dat hij na een maand nog steeds weet welke nummers er gespeeld werden op het toernooi in Rosmalen. Het was Ed Sheeran, het was Alicia Keys en het was volgens mij eentje van de nomineers. Zet die muziek uit! Ah! Als er muziek bijvoorbeeld is en het kan uit, zet het uit. En ik kan wel aanroepen, maar ik besloot op dat moment in een split second besluit ik om het aan te geven wat mij irriteerde. De tennisser onthoudt alles wat hij ziet. Gesprekken, gezichten, eerder gespeelde partijen en dus ook muzieknummers. Op de tennisbaan is dat niet altijd een voordeel, omdat hij dan de gedachten soms moeilijk weg kan drukken. Dat is af en toe ook een nadeel van mij, dat ik dus heel erg denk op de baan van ik weet dat hij zijn favoriete service is naar mijn voorhand. Maar ja, hij weet dat ik daar eigenlijk op wacht, dus hij zal misschien wel tegen mij juist naar mijn backhand spelen. Maar ja, dan denkt hij op eerst, ja, en dan gaat het proces door en door en door. En dat kan af en toe inderdaad juist leiden tot fouten of stomme keuzes. Met zijn nieuwe coach werkt Haase ook aan dit onderdeel van het tennisspel. Makkelijk is het niet altijd en begrip is er ook niet altijd, maar spijt van zijn actie heeft hij niet. Ik zou het zo weer doen, ondanks misschien de commotie, ja. En uiteindelijk heb ik meer positieve reacties gekregen dan negatieve. En negatieve krijg je altijd, dus zeker als je verliest. Dus als ik daarmee mee bezig moet zijn, dan ben je bij wijze van spreken elke dag daarmee bezig. Ja, Robin Haase, hij doet het trouwens goed op het Sport 1 Open in Scheveningen. Laten we hopen dat hij zich plaatst voor de finale. Die wordt zondag gehouden en die is live te zien hier op TV West zondagmiddag vanaf 12:15. Dan blijven we bij sport. Zaterdag is op het strand van Kijkduin de WK Cross Triathlon, ook wel de Beach Challenge genoemd. In de leeftijdscategorie tot 23 jaar is Jip Velenturf uit Alphen aan den Rijn de grote favoriet. En hier moet het allemaal gaan gebeuren. Op het strand van Kijkduin 1000 meter zwemmen in de zee, fietsen over het strand over een afstand van 26 kilometer en 9 kilometer hardlopen. De wereldtitel, daar gaat het dus om. En Velenturf is in haar leeftijdscategorie de favoriete. Vorig jaar ging het mis, dat materiaalpech. En toen kon ik eigenlijk wereldkampioen worden, Europees kampioen zelfs worden. Maar dat lukte toen niet en nu wil ik eigenlijk gewoon voor de wereldtitel gaan. Ga ervoor! De dag voor de wedstrijd is eigenlijk altijd een beetje rustig aandoen. Dus altijd een beetje een uurtje los fietsen of een uurtje loslopen. Dan ga ik daarna naar de wedstrijd toe. En dan haal ik mijn materiaal op, zoals startnummer. En daarna hebben we briefing. Dus dan krijgen we alles te horen wat er tijdens de wedstrijd wel en niet mag. Wat eigenlijk het parcours is. Topsport op jonge leeftijd betekent veel trainen, veel dingen doen, maar ook vooral veel dingen laten. Ik probeer ook wel gewoon het leuke dingen uit het leven nog meer te halen. Dus ook gewoon een beetje stappen of met vriendinnen wat leuks doen. Maar dat gaat wel buiten het seizoen om of na belangrijke wedstrijden. Mocht Velenturf de wereldtitel pakken, wordt het volkslied voor haar gespeeld. Helmes van Nassau, ben ik van Duitse bloed. En dan houdt het op. Maar je gaat wel meezingen als je op dat schavotje staat op het podium. Ja, dan gaan we wel meezingen, maar wel heel zachtjes, want zingen kan ik niet.
Een tattooshop in Den Haag is een opvallende actie gestart om het kankerfonds te steunen nadat een vriendin van de managers onlangs de ziekte heeft gekregen. Voor een donatie van minimaal 20 euro worden de letters FDKK gratis getatoeëerd. Het is een lettercombinatie met een hele duidelijke boodschap. Hier staat FDKK op mijn hand. Dat betekent fuck die kutkanker. Dat is een kreet die mijn vriendin heeft verzonnen toen ze 4 weken geleden te horen heeft gekregen dat ze slokdarmkanker heeft. Al een paar weken zijn Maaike en Mark Karremans bezig met een opvallende actie. In hun tattooshop worden deze 4 letters getatoeëerd voor een donatie van minimaal 20 euro die naar het kankerfonds gaat, maar vooral als morele steun voor hun vriendin. Zij heeft heel veel kracht bij deze woorden. Daarom hebben wij verzonnen om er een actie van te maken, om haar te steunen en ook om alle mensen te steunen die op dit moment vechten tegen kanker. De actie is nu al een groot succes, want vandaag wordt de 100ste tattoo geplaatst. En wel deze, op de toch al flink getatoeëerde hand van presentator Justin Verkijk, die uit eigen ervaring helaas maar al te goed weet wat kanker kan doen. 5 jaar geleden mijn vader verloren aan kanker. En toen kwam ik ook hier eigenlijk om dood en verderf weg te tatoeëren. Ja, dit is zijn handschrift. Zijn, ja, weet niet, het is voor mijn gevoel het laatste wat ik van hem heb. Ik hoop toch zo dat ik een beetje mijn steentje kan bijdragen voor het kankerfonds. En dit is de vrouw waar alles om draait. Weg die tranen, joh. Ja. Christel, net terug van haar dagelijkse bestraling. Helemaal ontroerd door deze actie. Ik huilen. Ik word wel. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel bijzonder. Dit, alle verhalen eromheen maakt dat je ziet dat mijn stukje kanker veel minder groot is. Omdat iedereen ermee te maken heeft en dat doet mij zo goed. Dan is mijn verhaal veel minder groot en wat meer draaglijk. Nummer 100. Nummer 100. Maaike heeft tot nu toe ongeveer 4500 euro opgehaald met de tattoos en is van plan om door te gaan tot oktober. Dan is haar vriendin klaar met de behandeling. Dit ga ik overwinnen. Ja. Zaterdag is de open dag van ADO Den Haag en een van de grote sterren, naast natuurlijk alle spelers, is de mascotte van ADO. Levensgroot is die Storkie. Al 10 jaar zit hij tijdens alle thuiswedstrijden en evenementen in dat gloeiend hete ooievaarspak. Tijd om eens te vragen, hoe is dat nou eigenlijk in zo'n pak? Hallo is de naam, groen en geel, dat komt eraan. Als het moet, doe het goed, doe het goed. Als de levensgrote Storkie van ADO Den Haag het veld op gaat, staat het hele stadion op zijn kop. Europa, here we come, Henry Holt, sing along. Als het moet, doe het goed, doe het goed. Het stadion is vol, we gaan samen naar de bal. Als het moet, doe het goed, doe het goed. Ooievaar Storkie van ADO praat dan wel niet, maar hij kan dansen, springen en juichen als de beste. Zijn kop is niet meer wit, want hij gaat al heel wat jaren mee. Hoe oud ben je, Storkie? Ja, Storkie is de mascotte van ADO Den Haag en een van de meest geliefde figuren bij onze club. Alleen hij praat niet. Morgen, tijdens de bijzondere open dag van ADO, zal Storkie opnieuw al zijn fans inpalmen met heerlijke knuffels. Kijk, hij pakt mij al uit, doet altijd heel lief. En hij lacht vriendelijk altijd, hè? Er zijn maar weinig kindjes bang van ongelukken. Ja, Storkie dus. Zij is zaterdag de grote ster op de open dag van ADO Den Haag. En die open dag is trouwens live te volgen hier op Radio West. We zijn er de hele middag bij. We gaan verder met het weer. Hier is Huub Mizee. De komende dagen krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De temperatuur wordt erbij wat hoger. Vanmorgen vroeg waren er nog opklaringen en was de temperatuur tot iets onder de 10 graden gedaald. Vanuit het noorden kwam er echte bewolking en bovendien viel er hier en daar wat regen. Veel was het niet. In Lisse viel slechts 0,3 mm neerslag, maar het leverde wel een mooie regenboog op. Vanavond en vannacht kunnen er enkele opklaringen voorkomen, maar de bewolking zal toch overheersen. De wind komt uit noordelijke richtingen en neemt iets af, terwijl het kwik tot een graad of 12 zal dalen. Morgen is het eerst nog bewolkt, maar in de middag krijgen we meer zon. De wind komt ook morgen uit noord tot noordwest en zal zwak tot matig zijn. Met maximaal rond 21 graden wordt het in de middag weer wat warmer. Ook zondag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zon. De noordenwind blijft vrij zwak en in de middag kan het plaatselijk 22 graden worden. Dankjewel Huub en tot zover. TV West vandaag. Zometeen kunt u kijken naar een herhaling van een van de leukste programma's van de afgelopen tijd. Namelijk De Leukste School.
Onze boefjes maken er weer een mooie bende van. Dat dus allemaal straks. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl. We zijn er maandagochtend vanaf 7 uur weer met het TV West nieuws. Een heel mooi weekend. Dag.